De fractie van de BEP heeft een zwaar hoofd over de implementatie van de BTW ultimo 1 juli 2022. Dit zei de fractievoorzitter Ronnie Assabina maandag tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée. De conceptwet is recentelijk goedgekeurd in het parlement en heeft daarom nog een lange weg te gaan. Meneer de voorzitter, de projectie van met name de indirecte belastingen is ons niet ontgaan, voorzitter. Waarvan de bijdrage van BTW in de orde van 25% voor de totale indirecte belasting voor haar rekening neemt, nota bene gedurende een half jaar. Eerlijk gezegd hebben we een zwaar hoofd over de implementatie ultimo 1 juli 2022. Meneer de voorzitter, de conceptwet is vrij recentelijk in regeringsverband goedgekeurd en heeft dit concept, zoals gebruikelijk, nog een lange weg te gaan. Tenzij het de bedoeling is om de behandeling middels een Franse slag af te jassen. Meneer de voorzitter, de regering en niemand anders heeft beloofd aan land en volk dat de invoering van de BTW onderdeel is van de hervorming van het totaalbelastingregime. Onder meer zal gelijktijdig met de invoering van BTW de belastingdruk in de directe en de belastingssfeer na van aan afnemen. Meneer de voorzitter, aan een gezonde invoering van de BTW ligt ongetwijfeld een ingrijpende en gezonde cultuurverandering, voorzitter. Ik bedoel drastische aanpassing van de belastingmoraal ten grondslag, afgezien van andere noodzakelijke voorzieningen en faciliteiten, onder andere op het gebied van ICT en digitalisering, competentie, infrastructuur, klantvriendelijke dienstverlening, waaronder eerlijke, heldere en effectieve communicatie. Kortom, trekken wij de streefdatum van 1 juli 2022 behoorlijk in twijfel. En dus in onze ogen niet realistisch, meneer voorzitter. Aldus Ronnie Assabina. De invoering van de BTW is onderdeel van de economische hervorming die Suriname momenteel doorvoert. Met deze vorm van belasting wordt de belastingheffing verschoven naar de bestedingskant van de burgers, waarbij uiteindelijk consumenten van producten en diensten de belasting betalen. Het voordeel is dat meer mensen via hun bestedingen belasting zullen betalen. Hierdoor wordt de informele sector via de BTW ook beter betrokken in de belastingheffing.